Ambtenaren die zitten op de HBO-opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement hebben gisteren hun B1-certificaat ontvangen. Dit is volgens een aantal mensen uit de groep een gepaste beloning op het harde werk van de afgelopen maanden. Ook minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken sprak waardering uit over de manier waarop de ambtenaren zich hebben ingezet. De opleiding is door de bewindsman in 2018 geïnitieerd en is bedoeld om het grote tekort aan hoger kader bij de overheid in te lopen. Noor-Salim zegt dat er al tientallen jaren geklaagd wordt over het niveau van het ambtenarenapparaat. Hij heeft bij zijn aantreden daarom alles in het werk gesteld om verandering te brengen daarin. De meeste ministeries liggen op niet meer dan 30%. Er vindt ook, als je mij vraagt op dat niveau, op het niveau van de HBO en hoger, hebben we ook gezien dat er toch mensen zijn, kader, die de trek naar andere sectoren interessanter vinden. Het kan liggen aan de salariering, de waardering. We weten dat de waardering niet te vergelijken is misschien met de particuliere sector. Dus we zien dat ervaren ambtenaren op een bepaald niveau, dat er toch een bepaalde trek is. We zien ook dat, als we kijken naar laagkader, dat de grootste groep is. Daarom dat wij vanuit de ambtenarenopleiding de gelegenheid bieden, eigenlijk aan ieder die bepaalde ambities heeft, niet alleen, maar om zich te scholen. Je hebt mensen gehad die zijn gestart met een MULO-diploma. Misschien een niet afgeronde MULO-diploma zelfs. En die vandaag de dag zitten op de HBO-opleiding. Best geslaagde Earl Joyo Kasiran noemt de opleiding zeer leerrijk. Volgens hem zullen ambtenaren hiermee effectiever aan de slag kunnen. Joyo Kasiran geeft verder aan dat de introductie van soortgelijke opleidingen hem hoopvol stemt voor de toekomst. Opleiding is zeer leerrijk en het geeft je betere inzichten. Omdat wij zijn direct in de praktijk, we zijn ambtenaren. En de leerstof die wij krijgen, kan je gewoon direct op je praktijk toepassen. Dus je bent al in de materie en nu breng je het in de praktijk. Dus het is heel leerrijk en het brengt je op andere inzichten om een probleem op te lossen. Het beeld dat de buitenwereld heeft van, laten we zeggen, de ambtenarij, is als het ware een beeld dat ze alle ambtenaren over één kam scheren. De goede niet nagesproken, want je hebt altijd je hebt overal mensen die echt ervoor gaan. En deze minister, minister Mike Noor-Salim, heeft het initiatief genomen om aansluitend op die opleidingen die er al zijn bij de overheid, dan die aansluiting te bieden aan ambtenaren om ook de HBO-opleiding te doen. Dus ik zou zeggen, het is een proces. Je gaat het niet nu of morgen zien. Maar het is een proces waarbij we iedereen open moeten staan voor veranderingen. Dus ik ben hoopvol gestemd. Earl Joyo Kasiran, best geslaagde van de opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement. Gisteren bij de uitreiking van B1-certificaten. De HBO-opleiding is in 2018 geïntroduceerd voor ambtenaren. De uitreiking heeft plaatsgehad in het Marriott Hotel.